De gekke koeien. Oké? Een beetje enthousiasme zou geen kwaad kunnen. Ik snap, het is al laat op de avond. De gekke koeien, oké? Is u opgevallen dat sinds Jean-Luc de Haan in Amerika op een stier gezeten heeft? Dat er sprake is van gekke koeien. The mad cow disease. Ja, dat is in het Engels, de mad cow disease. In Frans vind ik het veel mooier. La vache folle. Ach, je zou ze zo in huis pakken, hè? Een nieuw programma van Goedelijk is La vache folle. Ja, ik wist het al jaren, het is nu ook wetenschappelijk bewezen, hè. Brits voedsel deugt niet. Hey, die doperwten daar, jongens. Je kunt er een mee doodslaan, hè. Ik kan me niet voorstellen wat er zou gebeurd zijn mochten die doperwten nooit een job gevonden hebben. Ja, maar de kans dat hij een week in Tsjetsjenië overleeft is groter dan een gastronomisch weekend in Engeland. De mad cow disease. Ja, dat is zo raar. Kijk, mensen die graag een stukje vlees eten, komen meer en meer in de knoei te zitten. Hè? Welk vlees mag je nu nog eten? Hè? Er is een gekke koeienziekte, varkenspest, de kippen zitten vol salmonella, de konijnen worden genetisch gemanipuleerd. Welk vlees mag je nog eten? Mensenvlees? Dat is misschien nog een oplossing, hè? Toastkannibal. Mensenvlees, ja. Vlaams Blok wil die vreemdelingen terugsturen. Ik zou ze hier nog een momentje houden. Hè? Eigen volk eerst. Maar de gekke koeienziekte. Ja, wat gebeurt er precies? Ik heb dat gezien op televisie. Eerst begin je te beven. Hè? En daarna verskrompelen je hersenen. Ja? Dit, maar het is een vreselijke ziekte. Hè? Zeker die hersenen die verskrompelen, dat vind ik zo... Oh. Ik vind dat zo erg, hè. Van, dat is goed nieuws voor de kijkcijfers van VTM, maar... Hè. Maar ik wist dat al jaren, hoor, van die gekke koeien. Echt waar. Ik ben eens in Engeland met vakantie geweest en kwam zo binnen bij een beenhouwer. En op dat rundvlees stond er zo'n groot bord beef. Ja, maar een koe met paarse vlekken die Leo roept... Hey, dat vinden wij normaal, hè. Maar een beest dat onze koning imiteert? De ziekte van Jacob Suchar. Ja, is u opgevallen dat hoe mooier de naam van een ziekte is, hoe vreselijker de ziekte in werkelijkheid? Hey, hoe mooier de naam. Je hebt zo van die ziektes zoals Jacobs-Kreutzfeldt. Parkinson. Hey. Alzheimer. Ebola. Hey, als je te veel drinkt, Rimsky-Korsakov. Maar allemaal mooie namen, maar ziektes waar je nooit meer vanaf raakt. Hè? Hey, terwijl als je ja, iets hebt zoals de vliegende tering. Drie pilletjes en het is over. Hè? Maar de gekke koeienziekte, we zitten er dus mee. Maar ze zetten er nooit bij in de kranten en in de artikels wat je moet doen als je ze hebt. Hey, beeld je in dat je morgen zo wakker wordt, dat de lichtjes begint te beven. Moet je naar een dokter of naar een veearts? Ja, het is niet alleen van het vlees zelf, he, van de gekke koeien. Nee. Je kan ook de gekke koeienziekte krijgen door de afgeleide producten. Dat vond ik zo raar, hè? Dat is de afgeleide producten van Britse koeien. Vroeg me af, wat is dat nu weer? He, gekke melk? He, van Britse koeien is het dan milkshake, hè? He, gekke schoenen, Dr. Martens. Yo, te gek. Oh. Nee, de afgeleide producten van gekke koeien, Danny Verstraeten zei wat dat was. Zei. De afgeleide producten van gekke koeien zijn vet, gelatine en sperma. Sperma van koeien, kan niet mis dat die beesten gek geworden zijn. Ik weet niet veel van koeien, maar dat hebben ze niet, sperma. Nee, ik weet wel nog van vroeger, dat was zo raar. Hè. Vroeger op school zeggen ze dan dat koeien vier magen hadden. Nee, dat was een merkwaardig bericht. Hè. Vier magen? Eén voor klein huishoudelijk afval. En koeien loeien heeft mij altijd maatloos gefascineerd. Loeien. En omdat dat hetzelfde werkwoord is als dat van sirenes. Hè. Sirenes loeien ook. Dus hetzelfde werkwoord, maar totaal ander geluid. Hè. Ja, als er zo'n ambulance passeert met loeiende sirene, niemand die nog omkijkt. Hè. Nee, terwijl ik denk, mocht je voor de verkeerslichten staan...
Juist. En dat er achter u opeens zo... Sabine Tiels.